De jongste jaren renoveren heel wat Vlaamse ziekenhuizen hun infrastructuur. De technologische evoluties brengen immers heel wat nieuwe mogelijkheden met zich mee. Het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis in Aalst investeerde vorig jaar 25 miljoen euro in een volledig nieuw operatiekwartier. De aanleiding was eigenlijk direct dat de zalen iets meer dan 20 jaar oud waren, niet meer state of the art, dat er een enorm nieuwe technologie gekomen was. Denk maar aan de volledige digitalisatie van de diensten beeldvorming, ook luchtbehandeling, vlak van klimatisatie. En het was eigenlijk niet mogelijk om de zalen te gaan renoveren in een bestaand kwartier. Het zou heel veel tijd in beslag genomen, dat met heel veel overlast voor chirurgen ook gevaarlijk geweest zijn. Want je kan afbreken, kan je niet doen zonder stof te maken. Dus daarom hebben we beslist om eigenlijk eerst een tijdelijk gebouw te zetten en het volledige gebouw te strippen tot op die ruwbouw. Ook de chirurgische praktijken zijn veranderd. Hoe langer hoe meer wordt bij operaties minimaal invasief gewerkt. Meer en meer proberen we ingrepen te doen zonder de patiënt te moeten opensnijden. Zonder dat de chirurg het mes moet uithalen, dan heb je echt zo'n hybride zaal nodig. Dus beeldvorming, men maakt röntgenbeelden terwijl men eigenlijk de operatie aan het doen is. Men kan dus met allerlei katheters, buisjes in het lichaam gaan, zonder dat men eigenlijk de patiënt hoeft open te snijden. Dit geeft een enorm voordeel naar infectierisico. Geeft ook een enorm voordeel naar de patiënt toe, dat hij sneller revalideert achteraf, dat de patiënt terug sneller het ziekenhuis kan verlaten. Om dat mogelijk te maken, investeerde het ziekenhuis ook in een hybride operatiezaal. Het specifieke aan een hybride operatiezaal is dat er een vaste RX-opstelling is geïntegreerd in de zaal, waarmee het mogelijk is om beelden te maken voor, tijdens en na een interventie. Het systeem is uitgerust met heel performante Clarity-technologie en hiermee is mogelijk om dezelfde beelden als vroeger te maken, heel mooie beelden, maar aan significant mindere stralingsdosis. Bij de ontwikkeling van de apparatuur werd ook rekening gehouden met het comfort van het medisch personeel in de operatiezaal. Dit systeem is een RX-systeem die aan het plafond is opgehangen. En hiermee is het mogelijk om die boog op verschillende plaatsen ten opzichte van de patiënt te positioneren. En dat zonder veel impact op iedereen die in de zaal bezig is met het uitvoeren van de operatie. Het ziekenhuis ziet nog een andere toegevoegde waarde. De hybride operatiezaal maakt ook meer complexe operaties mogelijk. Een van de voorbeelden daarvan is dat men aortakleppen kan gaan plaatsen bij patiënten die echt zwaar ziek zijn, die een klassieke operatie niet meer zouden overleven. Kunnen we op die zaal gaan doen. De patiënt kan op een comfortabele manier in slaap gedaan worden. De cardiologen kunnen hun ding doen. En dit is een enorm voordeel wat je niet kon in het vroegere oude operatiekwartier.